Even Kevin Blom, dat hebben jullie uiteindelijk destijds naar buiten gebracht. Ja. Onder andere. Toen was hij nogal boos over het feit dat hij geld had... Ik zou zeggen, onttrokken aan de kas van de belangenvereniging? Ja, nou, hij had zijn advocaat betaald van het geld uit de kas van die belangenvereniging. Ja. Scheidsrechters betaald voetbal. Nou, en nog een paar duizend gedeclareerd. En nog een paar duizend gedeclareerd, terwijl die geloof ik in de sauna zat. De hele dag. En niet alleen waarschijnlijk. Nee, dat denk ik ook niet. Maar toen was je nogal stellig. Ik betwiste ongefundeerde en anonieme aantijging. Ik herken me niet in het artikel. Het betreft onrechtmatige uitlating en een doelbewuste aantasting van mijn eer en goede naam. Naar mijn mening is er sprake van smaad. Hey, het lijkt Gordon wel trouwens, als je dit allemaal zo leek. Laster. Oeh, dan moet ik op mee oppassen als ik dat zeg natuurlijk. Daarnaast schaden deze anonieme aantijgingen de scheidsrechts betaald voetbal en alle die daarbij betrokken zijn. Maar dat blijkt nu toch weer even iets anders te liggen, geloof ik nu. Nou ja, ik heb gehoord dat hij 30.000 euro of bijna 30.000 euro gaat overmaken. En dat komt ongeveer overeen met het bedrag wat hij heeft gebruikt. Dus ja, dat was 37. Kevin toch wel heeft ingezien dat dit... Maar dan is deze... Ja, maar dit heeft hij net zoals ik in de zomer. Wanneer heeft hij dit gezegd? Direct daarna. 6 december 2020. Ja, natuurlijk. 5 december is het volgens mij gepubliceerd. Dus alles en nog wat. Het was een gewoon berichtje in de krant. Ik las het vanochtend. Maar toen concludeerde ik wel dat deze man... die heeft dus financiële malversaties gepleegd. Want die trekt nu zijn keutel in en die gaat terugbetalen. En die belangenvereniging zal hem niet aanklagen. Die zal daar geen aangifte voor doen, omdat hij terugbetaalt. Maar zo'n man kan en binnen de KNVB en binnen zo'n belangenvereniging eigenlijk geen officiële functie meer bekleden als je dus dit gedaan hebt. Ik vraag mij af hoe spelers reageren. Weet je wel, als hij nu een keer fluit en de speler roept tegen hem... betaal jij eerst die belangenvereniging eens terug. Ja. Daar kan hij niks van zeggen, want het stond allemaal in de krant. En hij heeft eigenlijk zichzelf onmogelijk gemaakt in de voetballerij. Ja, maar dat was eigenlijk al op het moment dat hij daarvan werd verdacht. Ja. En toen zei de KNVB al, we trekken onze handen volledig vanaf. Want het gebeurt niet onder onze vlag, maar onder de vlag van die BSBV. Nee, maar de KNVB die kan hem niet nu vervolgens een baan bij de KNVB geven. Nee, maar dat heeft hij al, Johan. Want hij heeft al een baan bij de KNVB. Plus dat hij ook coach is van diverse scheidsrechters. Ja. Volgens mij ook van die vrouwelijke scheidsrechters. Dus... Maar ik denk dat je als je daar binnen zo'n organisatie scheidsrechter bent... dat je van onbesproken gedrag moet zijn. Ja, maar hetzelfde met die Dick van Egmond, die Nicky Siebert. En die heeft hoe lang gebeld? Nicky Siebert zat ongeveer 20 jaar in het vak als grensrechter. Hij heeft, 20 jaar of zelfs langer. 23 volgens mij, ja. En die neemt afscheid. Die wilde graag dan bij een wedstrijd van Feyenoord... want zijn vader is ook overleden, was een groot Feyenoord-fan. Nou, dan wilde hij afscheid nemen. Nou, Dick van Egmond, de scheidsrechtersbaas... Nou, horende zien en horende doof en ziende blind. Dus die gaf daar geen gehoor aan. Gaf hem Heracles Groningen. Gaf hij Heracles Groningen als laatste wedstrijd. Nou, die jongen die krijgt allemaal, of die man die krijgt allemaal appjes van succes, je laatste wedstrijd. Dick van Egmond laat niks van zich horen. En die denkt van, god, die man heeft zijn laatste wedstrijd gevlacht. Nou, op maandag belt hij hem op. En zegt hij van, kan ik je later in de week even terugbellen? Want, nou, toen heeft hij hem teruggebeld, hebben ze 2 minuten met elkaar aan de lijn gehangen. Dus totaal geen enkele empathie voor zo iemand. Dus ja, wat verwacht je dan van zo'n organisatie en van zo'n leidinggevende? Denk jij dan is dat hij... zo'n lul dan, die Dick van Egmond? Ja, Dick van Egmond die is alleen maar druk met die paar topscheidsrechters, weet je wel. Daar loopt hij mee te pronken. Kijk, Dick van Egmond, dat was zelf een waardeloze scheidsrechter. En die was politiewoordvoerder in de Haarlemmermeer. Die kon een beetje van die officiële woorden uitpoepen, weet je, van die open deuren intrappen. En die hebben gezegd, oh, die kan 3 woorden achter elkaar zeggen. Die kunnen we bij de KNVB wel gebruiken. Het is een verslagen nobody die een functie heeft die ook niemand belangrijk vindt. Maar als die nou niet de warmte heeft om van dit soort mensen op een gepaste manier afscheid te nemen, als zo'n mannetje die een veel grotere zijn laatste wedstrijd wil vlaggen in de Kuip, man. Wat is dat nou? Ja, laat die man toch die man lekker in de Kuip vlaggen, man. Wat maakt het nou nee, uit? Nee, maar daar heeft hij scheid aan, joh. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.